Oud en Nieuw is zo'n beetje het grootste risico-evenement van het jaar. Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester Verver van Schiedam om een vuurwerkverbod in te stellen, gaan binnenkort de burgemeesters van verschillende gemeenten met elkaar om de tafel zitten om te kijken of een algeheel vuurwerkverbod tot de mogelijkheden behoort. Verver is het zat dat in deze tijd van bezuinigingen geld verspild moet worden aan het restaureren van vuurwerkschade. De discussie die heel veel gemeenten op dit moment hebben in het kader van de bezuinigingen, want het is allemaal ietsje minder voor iedere gemeente, waarin we tegen veel culturele instellingen of sociale instellingen, maatschappelijke instellingen moeten zeggen, het moet allemaal iets minder. Het zijn allemaal vrijwilligers, willen we graag voor de stad. En we gaan zomaar in de herstel van de stad door de schade gaan we zoveel geld steken. Nou, dat kan ik niet zo goed meer uitleggen. Dan moet je nou iedereen die dus er niet mee omgaat zoals het hoort met dat vuurwerk, moet je die nou nog maar vrij spel geven? En zou je niet beter voor de mensen die vuurwerk kopen om ervan te genieten, dan ook kunnen faciliteren door centraal een vuurwerk te organiseren? We hebben in Schiedam met elkaar geconstateerd dat alleen de schade aan prullenbakken en aan verkeersborden al 2 keer zo hoog is als dat die vorig jaar was. Nou, en neem daar dan nog ook eens een keer bij een vrij ernstig ongeval wat hier in Schiedam gebeurd is dit jaar. Een meneer van 28 jaar nog maar, die is zwaar beschadigd aan zijn gezicht. En hoe lang gaan we daar nog met elkaar mee door? Kijk eens hoe dat nou ook in een aantal andere landen gebeurt. Daar wordt gecontroleerd afgestoken. En daar heeft men dus een centraal vuurwerk, Sydney, maar Frankrijk bijvoorbeeld ook. En waar ook een vergunningsstelsel is, dus daar kunnen ook meerdere mensen in een stad kunnen vergunningen aanvragen. Ondanks de vele voorstanders zullen vuurwerkhandelaren minder te spreken zijn over een vuurwerkverbod. Zij lopen immers inkomsten mis. Natuurlijk is de vuurwerkverkoper hartstikke tegen. Want die denkt, nou, dan zie ik een stukje van mijn omzet. Als die een andere zaak heeft die weggaan. Maar er zijn ook heel veel steunbetuigingen. Wat Schiedam nou geprobeerd heeft als G27-stad, als middelgrote stad, om die discussie aan te zwengelen. Van mag het een keer stoppen? Waar is het einde? Of kunnen we er ook een gezellig feest van maken? En kunnen we een voorbeeld nemen aan andere landen?